In Nijmegen zijn er steeds meer kamerzoekenden, maar veel te weinig kamers. Studentenvakbond Accu gaat in protest. De situatie verslechtert volgens de bond in een rap tempo. Ik heb zelf voor een tijdje medestudenten moeten huisvesten in een kamer van 11 vierkante meter. Nou, dat is niet ideaal. Ik ken vrienden die daadwerkelijk dakloos zijn geworden, op een bank hebben moeten slapen, naar campings vertrekken, in een auto verblijven. Accu spreekt zowel de gemeente als woningcorporatie SSHN aan. Daarnaast vindt de bond dat ook andere partijen verantwoordelijkheid moeten nemen. De universiteit, de hogeschool moeten ook gewoon nooduitvesting bieden. Er wordt tot nu toe vaak naar elkaar gewezen. De universiteit wijst naar de gemeente wijst naar de woningcorporaties. Het is een probleem dat ze allemaal bij nodig hebben om dit op te lossen. Dus daarom gaan we op protest. Voor internationale studenten is het nog moeilijker aan een woning te komen. Ze krijgen een short stay contract. Dat is een huurcontract van een jaar. En hun argument is dat binnen een jaar zo'n internationale student een netwerk kan opbouwen en zo iets ergens anders in Nijmegen kan vinden. Nou, dat lukt gewoon niet, want in de particuliere sector zie je vaak dat in advertenties worden het no internationals vernoemd. Mensen willen niet met internationale mensen wonen, worden gediscrimineerd. Dus internationale studenten zijn afhankelijk van een huisvester als SAN, maar die bieden gewoon na dat jaar niks meer aan. Een van die internationale studenten is Leonard. So I'm currently looking for a new room or a new place to stay for now. Specifically because of the living conditions at SSHN facilities. My floor is struggling with bed bugs since, for example, I think like 1.5 years at least. But the problem is, I think, older. But since then, I am witnessing it as well. And for at least 1 month now, I myself am struggling with it because it has spread to my room. But the best solution is to find a new place, I guess. Yeah. But that's difficult for you. Can you explain why? The only options you really have is either the lottery or trying the private market. And otherwise, it's all pretty much like you know someone who knows someone, which is usually the last solution you come up with. The lottery is with like being there so many students incredibly hard. Like sometimes certain places have like up to, I don't know, 70, 100 people applying for one room and your chances are very low.